We zitten nog midden in het PDC wereldkampioenschap. Maar zaterdag begint het WK van die andere bond, de BDO. Inmiddels is Jan Dekker, tegenwoordig wonend in Emmen, vaste waarde. Zijn voorbereiding op dit toernooi verloopt soepel. Ik heb gewoon precies hetzelfde gedaan eigenlijk wat ik altijd doe. Dus ik heb gewoon mijn toernooitjes gepakt. En ik heb gisteren nog een toernooitje gespeeld in Hollandse Veld. En nog een toernooitje in Den Hol. Dat is ook een beetje voor de lol natuurlijk. Maar ik heb de laatste tijd flink getraind, dus ik heb er zin in. Dekker heeft zelfvertrouwen, want hij draaide een goed seizoen. Ik moet wel zeggen dat het hele jaar is het top gegaan. Ik heb een aantal keer halve finale plekken gehaald en ook een keer finale plaatsen. Dus ik ben er klaar voor. Zijn eerste tegenstander is de 20-jarige Benito van der Pas uit Tilburg. En dat is geen gemakkelijke opgave. Ik ken hem heel goed. Sterke speler. Als het bij hem, goed start, dan heb ik aan hem een hele zware. Maar ik zal hem gelijk vanaf het begin aan moeten pakken, zeg maar. En dan hoop ik dat ik de beste papieren heb, zeg maar. Vooral de eerste partij is belangrijk. We spelen best een 5 sets, dus het kan heel gauw afgelopen zijn. Dat heb ik ook in het verleden gehad. Ik verloor 2 jaar geleden van de uiteindelijke winnaar Kist. Dus ook 2-0 achter. Begon ik gewoon slecht. Daarna heb ik heel sterk gespeeld. Maar ja, dan verlies ik wel met 3-2. Dus het begin heb ik mezelf daar tekort gedaan. Dus dan moet ik zorgen dat ik gewoon vanaf het begin sterk speel. De leekside. Het blijft voor darters iets magisch. Je komt daar binnen op het complex, dan komt er al gelijk zo'n bepaalde iets over je heen, een bepaalde sfeer, zeg maar. Dat is gewoon iets wat je echt pakt. Als je daar ook staat in die zaal, dat je hebt gewoon kippenvel, dat is gewoon fantastisch. Dat zijn dingen waar je eigenlijk het hele jaar al naar uitkijkt. Dus ik hoop dat het daar allemaal lukt en ik ga mijn beste beentje voorzetten. As Dekker takes aim at double four. What she hits! Jan Dekker! Nog een keer die gewonnen kwartfinale in 2011. En dat moet maar eens weer gebeuren. Want Dekker is, ondanks zijn 23 jaar, inmiddels ervaren. Ik weet precies hoe het daar allemaal gaat, dus dat is inderdaad wel een voordeel, denk ik. Ik heb tot op heden eigenlijk alle jaren dat ik er heb gespeeld, sterk gespeeld. 1 keer half finale, dus 1 keer kwartfinale en 1 keer van de winnaar verloren. Dus ja, ik hoop dat ik er weer een goed resultaat uit kan slepen. De eerste partij van Jan Dekker is volgende week maandag.